Goedenavond, het is vandaag dinsdag en ik ben net klaar met content maken voor Zeeman. Want ik mag voor een social media, eigenlijk voor TikTok, TikToks maken. En vandaag was de eerste, was gewoon een try-out. En van hieruit gaan we wel zien of we nog verder gaan samenwerken. Dus het is eigenlijk voor de UGC content. Dus ik hoef het niet op mijn socials te plaatsen, maar ik maak gewoon TikToks voor hun kanaal. En ik had gisteren deze outfit gekocht. Ik heb gewoon een wit t-shirt gekozen. En dan een zwarte legging, witte sokken. En ik heb dan nog een grijs geëlimeerd, zo die kleur, vest. Een hoodie vest meegenomen. En daar heb ik dan mijn outfit mee gecreëerd. En ik ga nu zo meteen de video bewerken. Dus ook al het eindresultaat laten zien. En dan ga ik dat naar ze doorsturen, zodat ze het kunnen goed of afkeuren. Wel leuk eigenlijk. Ik vind het super leuk om sowieso om TikToks te maken. Dus als er dan, als ik extern dat dan ook nog voor iemand kan doen, dat is natuurlijk altijd leuk. En een mooi extraatje. Dus dat is dat. En ik ga nu eerst even, nu 5:15, ik ga heel eerst. Ik ga eerst even eten denk ik, want ik heb heel veel honger. En dan ga ik daarna eerst mijn vlog bewerken. En dan ga ik de video bewerken. En dan ga ik verder met de rest van mijn to-do's. Goedenavond, het is vandaag vrijdag. Ik heb de rest van de week niet gefilmd. Want ik heb echt elke avond tot in de nacht, tot 2 uur ongeveer, gewerkt aan designen van mijn logo, van de collecties. Dus ik kan dat toch niet laten zien. Dus dat heb ik ook gewoon niet gefilmd. We gaan nu vertrekken naar een event van Unizo. En dit is mijn outfit. Ik heb Balenciaga schoenen aan. Dan de broek is van Lovies. Echt een hele leuke broek. Dan hemdje is heel gekreukt van H&M. En blazer is van Naked. En ik had nog even deze lippenstift. Dus de Lip Plum Maximizer van Dior. Echt een hele goeie. Ik moet mij nu haasten, want iedereen is op mij aan het wachten. Ciao! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En we zijn gisteren dus naar een event van Unizo geweest. En super gezellig. We zijn gewoon met papa, mama en Wout geweest. En we waren om 1:30 terug thuis, denk ik. Dus mijn plan om op tijd te gaan slapen gisteren was mislukt. Het is nu inmiddels ook al 10:00. Dus ik ga nu even snel mij wassen, ontbijten. Dan ga ik verder werken aan de collectie. En die ga ik hopelijk morgen kunnen doorsturen. Dus spannend. En dat was het. Ik heb vandaag ook nog van alles leuks te doen. Dus ik ga je meenemen in de dag. Ik heb me inmiddels omgekleed naar een t-shirt wat ik altijd aan heb. ik heb... Ik ga bedoel ik ontbijt maken. Ik heb al een hele tijd. Waarom? Ik stel het niet scherp. Ik heb al een hele tijd geen groene smoothie meer gegeten omdat de spinazie op was. Dus nu is er weer spinazie en nu ga ik weer een groene smoothie maken. Ik begin altijd met bevroren mango. Dan doe ik er de spinazie in. Ik wou misschien nog heel even het moment nemen even bij te babbelen. Ik heb de hele week niks had gefilmd, maar ik ben elke dag, zoals ik net al zei, echt om 2:00 gaan slapen. Ik heb amper slaap gehad deze week, maar er is wel heel veel gebeurd. Dat is positief. En ik heb 2 leuke vooruitzichten, of 3 eigenlijk. De huurovereenkomst voor de winkel ga ik straks tekenen. Super spannend. Papa en mama gaan mee en de ouders van Dries en Dries komen daarna ook naar Hasselt. Om, de papa van Dries heeft het pand nog niet gezien. En mijn ouders dus ook nog niet. Dus we gaan allemaal samen straks eens kijken naar het pand. En dan gaan we daarna samen eten. Dus dat is echt het leukste denk ik van alles. Of het spannendste. Want dat is een beetje toekomstbepalend natuurlijk. Ik zal er op een volgende vlog misschien iets meer over vertellen. Als bij mij op het werk alles een beetje duidelijker gecommuniceerd is. Maar... dus dat is definitief. Dus bij deze kun je in de zomer komen shoppen in mijn pop-up store. De winkel is in de Allestraat. Ik zal zelfs het pand volledig filmen, want ik had wat bang als ik het op de vlog zou zetten. Ik ben altijd bang dat mensen mij gaan saboteren
weinig vertrouwen in de mensheid. Dus nu ga ik het kunnen posten straks wel even goed filmen. En we gaan als het goed is ook het bordje samenhangen dat het verhuurd is. Dus spannend. En dan verder, ik ga er wel melk nog erin doen. Verder ben ik volgende week uitgenodigd voor een event in Antwerpen. Brussel voor Pijn Quotidien. Maar dat is dus donderdag en dat is op een werkdag. En ja, met dat ik de pop-up in de zomer al ga openen, weet ik niet helemaal of dat het beste idee is. Maar ik zou wel willen gaan. Ik weet zelfs niet of ik iemand mag meenemen. Dat heb ik ook nog even gevraagd. Ik zou heel graag gaan, maar ik ben echt zo geen sociale persoon. Ik kan heel sociaal zijn als ik iemand ken of als ik voel dat het goed zit. Maar om echt zo helemaal alleen naar een event te gaan, dat zou ik denk ik nooit doen. Veel te, ja, ik weet niet, ik ben veel te ingekeerd in mezelf. Dus ja, we will see about that. Maar dat zou wel heel leuk zijn, dus mag je zelfs in de volgende week nog wel zien of ik ben gegaan of niet. Nu nog een avocado in. Amai, ik ben ook uitgeput, want ik ben verkouden. Ja, ik moet heel veel snotten. En ook heel veel niezen. Ik denk eigenlijk eerder dat het hooikoort is, maar ik moet vandaag wel ook heel veel snotten, dus ik weet toch niet helemaal of het zo is. Ik hoop dat de avocado ook nog al rijp is, want het is gisteren pas een beetje onrijp nog. Dan doe ik er nog een avocado in, om het zo wat cremiger te maken en omdat die anders toch slecht zou worden. Heb ik verder nog nieuwtjes? Denk het niet eigenlijk. Vandaag is het de zaterdag, ik ga om 2 uur met mama naar Hasselt vertrekken en dan... Ik zal misschien een beeld doen, dan is het wat leuker om te kijken terwijl ik praat. En dan gaan we een beetje shoppen en dan gaan we daarna de overeenkomst steken. Ik had normaal gezien vandaag afgesproken met een meisje die ik ken van Instagram. Maar dat kan jammer genoeg niet doorgaan, omdat dus gisteren de makelaar mij had gebeld of ik dan vandaag zou kunnen langsgaan. En ik heb liever dat die overeenkomst even getekend is, zodat ik verder alles kan regelen qua verzekeringen en zo. En dat ik ook weet dat het even definitief is. Dus we hebben onze lunchdate verplaatst naar, eigenlijk nog naar een onbepaalde datum. Dus nu, ik zal het misschien even laten zien. 6:06. Dit is dan het mengsel. Dus bevroren mango, spinazie, avocado, banaan en dan havermelk of eender welke melk you like. En dan doe ik het dicht en dan ga ik het mixen. Het is echt Thermomix, het beste mixer ever. Ik denk als Dries en ik gaan samenwonen, ik kan niet zonder gewoon. Ik heb al een taste test gedaan. Even nog een. Echt heel lekker. Rietje is wel een beetje te dun. Zo'n glazen rietje. Ik heb die een flying tiger gekocht, denk ik. Maar het rietje is een beetje te dun, want ik krijg er heel moeilijk iets door. Het is wel super lekker. En ik vergeet altijd zo dat avocado echt zo... Dat geeft echt zo'n cremig smaakje. Ja, of, en ook een textuur natuurlijk. Maar het maakt het echt lekkerder. Oké. Dat is dat. Je zou ook niet zeggen trouwens dat dit lekker is, maar het is echt super lekker. Moet je gewoon eens proberen. Het smaakt niet naar spinazie, maar toch krijg je in de ochtend al direct spinazie binnen. Dus dat is allemaal positief. Ik ga nu mijn iPad even halen en dan beginnen met workings. Ik ga nu zo binnenkort echt mijn job noemen om dit te doen. Alleen niet dit te doen, maar te designen en een winkel te hebben. Nu altijd als iemand mij vraagt, wat doe je dan? En dan moet ik altijd zeggen, ik zit mee in de zaak van mijn ouders. En dan is iedereen al direct zo van, oké. Zo van, meisje heeft nog niks bereikt in haar leven.
En ik zeg ook nooit dat ik dan lila lisjes heb, want ik... Ja, weet je, wat is de meerwaarde dan? Niet dat ik het daarvoor doe, hoor. Absoluut niet. Maar wel leuk om te zeggen dan. Oké, bye. Ik was het echt zo beu van altijd out of storage te zijn, dat ik nu abonnement heb genomen op 2 terabyte. En nu hoop ik dat het probleem for once and for all opgelost is. Je betaalt dan, ik had eigenlijk eerst die andere, dat je 3 euro per maand betaalt. Dan had je 200 gigabyte. Maar nu heb ik dus 2 terabyte. Dus als ik dat vol heb, dan denk ik dat ik nog heel, heel, heel veel foto's en video's mag maken. Het is nu 12:15. Ik heb daarnet dit designed. Ik ben zo trots op mezelf eigenlijk dat ik dit kan. Ik wist eigenlijk niet van mezelf dat ik dit kon. Ik heb totaal geen opleiding of zo gevolgd, alleen voor Illustrator. Maar ik ga het even laten zien. Het is eigenlijk allemaal zo moeilijk niet als ik het zo nu bekijk. Maar dit is dus een denim jacket, oversized, wat ik wil laten produceren. Ik weet alleen niet of dit een nieuwe collectie wordt of pas fall winter. En dan dit is een oversized wit hemd. En dan vind ik het mooi, balloon sleeves. En dan zo'n heel lang stuk. Dit is eigenlijk stijf en dit is ook stijf. Terwijl dat ik bij mijn andere, die daar, is dit een zachte kraag. En is het gewoon balloon sleeve met hier twee plooien eigenlijk. Dus dit is eigenlijk een heel ander hemd dan deze. Wel echt heel leuk. We zitten nog heel even bij Bagdad. Ik heb een carrot cake en mama appeltaart. Wel, zijn mama en ik zijn dus middag naar Helsen toegekomen. Zijn we eerst naar Labaté gegaan en hebben dan iets gedronken bij Bagdad. Hadden we beter niet gedaan, want daarna zijn we naar de kost gegaan. Maar bij de kost hadden we eigenlijk niet genoeg tijd. Hebben we niks gepast, maar heel super veel mooie dingen. Dus dat is heel triestig. En dan zijn we daarna eigenlijk direct naar MCA vastgoed gegaan, want dat is het kantoor die mijn pand beheert. Dan hebben we eigenlijk de hele overeenkomst overlopen nog eens. Dan hebben we, ik en de eigenaar, overeenkomst getekend. Dan zijn we nog eens naar het pand geweest, ook dat mijn papa het konden zien. Hebben we het verhuurd, plakkaatje zo opgehangen. En dan zijn we eigenlijk nog met de makelaar en de eigenaar dan nog een paar uurtjes gaan drinken, of 2 uurtjes denk ik ongeveer. Super gezellig. En dan zijn wij van ons vier daarna nog iets gaan eten bij de orangerie. Toen is het nu. En ik heb ook mijn keramiekjes opgehaald. Die zal ik morgen even filmen. Ik sta in de auto, maar ik ga nu door. Het is nu 10 uur. Ik ga naar 10. Tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag middag. Het is vandaag zondag. En... Oh my god, pups. Ik ben net toegekomen op het bureau in Tongeren. Amai, ik ga een beetje omlaag. Zo, ik ga vandaag mijn financieel plan maken. En ik ga vandaag ook zorgen dat ik de collectie kan doorsturen. En dat zijn twee heel ambitieuze doelen. Ik weet niet hoe ik het ga redden. De nieuwe collectie moet ik sowieso vanavond hebben doorgestuurd. Dat ze de offerte kunnen maken. En ik heb morgenavond nog een meeting met ze om... ze gaan ook mijn logo maken. Dat ze het logo even bespreken over het logo. En dan bespreking verder over de collectie als er nog vragen zijn. En dan gaan de samples gemaakt worden als ik overal mee instem. Dus dat is echt spannend. En dan 3 weken later of 2 weken later hebben we de samples. Dus het is allemaal heel spannend wel. Ik had denk ik gisteren ook gezegd, ik ben gisteren de huurovereenkomst gaan tekenen in Hasselt. We hebben ook verhuurd samen op het pand geplakt. Ik heb niet gefilmd, want ik vond dat eigenlijk heel gênant. Bij die mensen eigenlijk, want ik ken die nog niet echt. Dus dat heb ik niet gedaan, maar ik zal even laten zien. Ik heb wel wat filmpjes gemaakt voor de marketing. Hier was eigenlijk Driessen aan het plakken. Op het pand. En ik had dat ook gedaan, maar dat filmpje heeft Dries. Maar was niet zo mooi. Ik had een roze broek aan en die broek zat heel erg.
in mijn billen gedrukt. Hoe moet ik het zeggen? Dus dit is dit. En het video van het pand heb ik eigenlijk ook niet. Want ik had gezegd, ik zal pand filmen. Maar dit is het pand. Het is eigenlijk super centraal gelegen. Hier aan deze kant, klopt dat, aan die kant ligt Van Haren op de hoek. En dan dat is de drukke winkelstraat. En dan hier ligt eigenlijk mijn pand. Het is een super goede locatie. Je kunt het echt heel goed zien liggen van op de winkelstraat. Dus daar ben ik super blij mee. En boven mij zijn er dan nog 3 appartementen. Ik moet nog even kennis maken met die mensen. Maar ze waren volgens de verhuurder super lief. En dan langs me zijn een kunstgalerij. En die mensen waren blijkbaar ook heel lief. En we zijn gisteravond dan nog gaan eten. Ik ga het even zo laten zien, hè, bij de Orangerie in Hasselt. We wilden eigenlijk ergens anders gaan, maar er was nergens plaats. Dus toen zijn we naar daar gegaan. Dat is ook wel lekker. En dat was eigenlijk gisteren. Dan vandaag ga ik dus verder werken aan de collectie. Ik dacht, het is misschien wel leuk als ik even mijn make-up routine nog eens erin meeneem. Want ik heb mij eigenlijk vrij erg moeten haasten omdat Tries en zijn mama weg moesten. En ze gingen mij dan hier afzetten. Dus ik heb nog niet mijn make-up gedaan. Dus dat ga ik nu heel even doen. Ik ga dat doen omdat ik vandaag heel wat stories en zo wil maken. En misschien ook nog wat TikToks. Dus dan belemmert... Oei, wacht. Even foto volgen. Dan belemmert het mij niet als ik, ja, als ik geen make-up op heb. Dan wacht ik altijd zo met alles te doen. En nu kan ik gewoon impulsief alles dan filmen. Oké, dus ik begin altijd met concealer van Kozas. Ik doe altijd eerst zelf op mijn gezicht. Maar ik heb dat net nog bij Dries en thuis gedaan. Ik gebruik altijd, ik kan het al 100 keer zien, maar deze van Image. Is nu bijna op, dus ik twijfel een beetje of ik die opnieuw ga bestellen. Of dat ik misschien eens een ander... Oei, de camera staat in het spiegelbeeld. Het is even moeilijk om te kijken en dan ook nog de juiste richting uit te gaan terwijl. Dan doe ik altijd hier mijn neus en dan doe ik hier. En dan doe ik ook nog even op mijn oneffenheden, maar die kan ik even niet zien momenteel. Oei. Mijn gsm pakken om te kijken. Misschien ook leuk om nog eens heel even extra bij te babbelen. Maar wat er dus gisteren allemaal is geweest, heb ik dus net al verteld. Dus nu is het echt gewoon definitief dat de winkel opent. Ik kan niet meer terug. De winkel opent op 1 juli. Ik mag er iets vroeger in om alles op orde te stellen. Dus het pand is casco. Had ik gisteren denk ik ook al gezegd. Dat betekent dat alles nog erin moet komen. Dus nu deze week is vooral focus op mijn logo. Mijn komende week, hè. Op mijn logo in orde maken. Dat ga ik samen met de producent proberen doen. Dan is het nog belangrijk dat ik mijn genootschap dus opricht. Ik ben nu met Lilalicious zelfstandig in bijberoep. Maar dat moet dus hoofdberoep worden. Dus dat moet ik volgende week in orde maken. En daarvoor moet ik dus ook mijn financieel plan maken. En dat ga ik dus vandaag doen. Dan heb ik dus morgen die meeting met de producent voor de productie van de kleding. Er komen... Ik weet niet of ik gisteren iets heb laten zien. Maar als alle prijzen meevallen, moet ik er wel even bij zeggen. Dan komen er hemden. Zo oversized, ja, blouse, hemden. In 3 verschillende kleuren. In het blauw gestreept, in het lichtroze en in het wit. En dat zijn dan 2, zijn dan dezelfde fit en 1 heeft een iets andere fit. Dan komen er straight leg broeken. Gewoon pantalons zoals ik die altijd aan heb. En dan komt er 1 chunky oversize jeansbroek eigenlijk. Dat is een broek die heel speciaal is. Maar wel echt super mooi als het allemaal zo gaat uitdraaien als ik het had getekend. Dan komen er t-shirts met coole opdrukken. Die moet ik vandaag nog even definitief maken. Dat zijn er 3 verschillende normaal gezien. En die zijn dan een luxe fit. Niet gewoon dun stof, maar dik stof. En dan
ja, dat eigenlijk. Dan komen er nog tote bags, er komen patches. Echt, die patches, ik kan al niet wachten. Ze zijn zo mooi en het zijn zo... Die opdruk is, ik vind het echt gewoon heel cool ook. En dat is denk ik alles. Even nadenken. Ah nee, er komt ook nog, maar ik weet nog niet of ik dat nu doe of dan pas fall-winter. Maar er komt dus ook een oversized jeans. Ja, een oversized denim jacket eigenlijk. Ik weet niet helemaal of dat dan nu al gaat zijn of pas fall-winter. En eigenlijk een beetje hetzelfde met die jeans. En die broeken die komen er dan in het wit, in het grijs en in het zwart-wit gestreept. En het is eigenlijk de bedoeling dat je volledige outfits kunt scoren dus in de winkel. Dus alles gaat gewoon goede basics zijn, alles gaat mooi bij elkaar passen. Dus dat is ook wel fijn, denk ik dan. En dan verder komen er keramiek mokjes, komen er keramiek sieradenbordjes, gewone bordjes. Kommetjes, een beetje van alles wat. Die ga ik over 2 weken maken. Dus ik moet vorige week mijn logo hebben. Dan moet ik de stempel hebben voor het logo in de mokjes te kunnen drukken. Dus dat dan. En dan gewoon de sieraden, de bestsellers. Eigenlijk neem ik over van Lilalicious. En dan komen er ook nog natuurlijk heel wat andere items in de winkel en online. En alles is dus ook gewoon online. En dat was het hele verhaal. Mijn foundation is ook van Image en ik heb daarin de kleur beige. Super goede foundation. Ik ga echt never in life denk ik nog omschakelen. Super skinproof. Ik had altijd heel erg last, niet van acne per se, maar wel van heel veel oneffenheden. En dankzij die foundation heb je daar dus geen last meer van als ik foundation heb opgedaan. Dan doe ik nu contourstick. Ik gebruik die van Hoola. Ik zal hem even laten zien. Ook heel even voor mijn dagvlog filmen. Ik probeer nu zo elk weekend. Ik had gisteren gefilmd eigenlijk. Nee, niet gisteren, maar eigenlijk gisteren een video van vorige week gepost. En die is goed viraal aan het gaan. En daarin vertel ik dus eigenlijk ook een beetje over wat ik bezig ben. Dus ja, ik denk dat ik op die manier ook gewoon ga zorgen dat ik zoveel als mogelijk mensen heb bereikt die weten dat de winkel er komt. Want het is natuurlijk belangrijk dat het succesvol gaat zijn, hè. Voilà. Ik ga even zo... Nu hoop ik dat dat is gelukt. Ik heb gisteren dus 2 terabyte gekocht. Op mijn gsm en iCloud. Om hopelijk nooit meer de melding... Wie heeft niet genoeg... Of iPhone storage is full te krijgen. Ik ga heel even hierin kijken. En dan... Dat is gedaan. Waar was ik nu eigenlijk in mijn verhaal? Dus dat is eigenlijk een klein beetje de planning voor de komende week. En dan... Tot eind april zal het vooral de focus zijn op alles. Ook qua verzekeringen. Sabam moet ik nog in orde maken. Ik moet nog... Wat moet ik nog doen? Ik moet eigenlijk echt zo nog van alles in orde maken. En ook dan zo mijn aangifte dat ik dan in die winkel ga moet ik doen. En ik moet ook nog even regelen dat ik shopnights mag organiseren. En dan vanaf de maand mei ga ik dan beginnen met de hele marketing rond. Dan eind mei of begin juni ga ik een influencer event bedenken voor de opening. En dan ga ik allemaal influencers toesturen om te komen naar de opening. Dat het sowieso... al wat meer bereik heeft voordat de winkel open gaat. En dan bij opening ga ik ook iets heel groots proberen te doen. De stad hasselt, wilt en gaat er ook bij helpen. Dus dat is heel fijn om die steun te hebben. Dus ja, het is allemaal super spannend. Maar ik heb wel een heel duidelijk beeld van hoe ik het graag allemaal wil doen en ga doen. Ik heb er echt, ja, laat ik zeggen, een jaar lang heel goed over nagedacht als ik ooit een winkel zou hebben. En is het allemaal heel impulsief, heel snel gegaan.
Maar nu heb ik wel al zo lang kunnen nadenken over hoe ik het zou doen. En nu gaat dat gewoon gebeuren. Dus nu kan ik het allemaal in de realiteit brengen. Ik heb trouwens deze settingspray van MAC. Dan heb ik altijd, ik probeer zo mijn wenkbrauw wat aan te tekenen. Het wil laden met deze super fine brow detailer van Too Faced. Mijn gsm een beetje dichter zetten. Ik ga ook er filmen, dat is mooier. Ik zou echt al niet meer wachten tot ik naar de IKEA mag gaan en alles mag gaan kopen. Qua inrichting zo, hè. We gaan de kassa zelf maken. Wacht. Oké. Even opnieuw. Ik kan ook echt niet wachten tot we alles goed kunnen gaan maken. We gaan de kassa zelf maken. En zo alle shopjes en zo komen. En gaan we gewoon in de IKEA halen. Dries heeft dat al helemaal uitgetekend hoe de winkel gaat worden. Ik ga in de volgende weekvlog, denk ik. Ik weet nog niet helemaal wanneer ik het ga delen. Maar het gaat eerder misschien in juni zijn dat ik het ga delen. Gewoon hoe alles eruit gaat zien. Dat je weet wat je kunt verwachten. In elk geval kan zo echt niet wachten tot we naar de IKEA kunnen gaan en zo. De H&M en de Zara Home voor inrichting. Zo, ik kan echt niet wachten. Ik vind het zo spannend. En zo leuk. Qua deco heb ik dus alles al gefaved in mijn accounts. Dus ik heb eigenlijk al alles wat ik moet hebben in mijn wishlist zitten. Dus ik hoef eigenlijk maar gewoon naar de winkel te gaan en alles te kopen. Maar ik moet natuurlijk eerst wachten tot mijn vennootschap in orde is. Om BTW aftrek te kunnen hebben. Dus ja, en dan heb ik gewoon een vennootschap. Dat is zo raar. Ik ben het zo gewend om te zeggen dat ik in de zaak van mijn ouders werk. En nu moet ik gewoon zeggen dat ik mijn eigen bedrijf heb. Dus dat gaat heel raar zijn, denk ik. Oké. Dan misschien zelfs nog heel even een finale beslissing in mijn leven delen, maar... Oké. Eigenlijk een beetje het verhaal. Ik ging eigenlijk de pop-up maar een maand doen. En dan was ik naar het pand geweest. En dan had ik eigenlijk gezien... Of ja, hadden we eigenlijk vastgesteld dat het pand casco is. Dat wil zeggen dat er eigenlijk niks in het pand is. Alleen maar shop, muren en een plafond. Toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, ik wil wel echt in dat pand, want dat is echt een super mooi pand. Het is helemaal gerenoveerd, ja, eigenlijk nieuwbouw. Het is gewoon super modern, het is industrieel, het is alles wat ik zoek. Past volledig binnen mijn branding, past volledig in industrieel, in de street style look. Dus het is echt gewoon 100% wat ik wil. En toen ben ik met mijn ouders beginnen babbelen van oké, misschien wil ik dan 3 maanden de pop-up. Want het is toch wel iets of wat van een investering wat ik erin moet steken. En toen kwam het eigenlijk ter bespreking van oké, maar wat gaan we dan op het werk doen? Als je zo lang weg bent, wie gaat er je werk overnemen? En gaat dat allemaal? En toen hadden we eigenlijk alle 3 vastgesteld dat het eigenlijk niet zou gaan. En met heel veel tranen... hebben we dan eigenlijk besloten dat het misschien toch beter was dat ik mijn keuze zou maken. Ofwel doe ik het helemaal, ofwel doe ik het niet. De winkel dan, hè. Dus toen hebben we eigenlijk besloten dat ik dan eigenlijk ga stoppen in het bedrijf van mijn ouders dan. Wat ik wel een hele moeilijke beslissing vind en heb gevonden. Wat ik net al zei, het is even heel moeilijk geweest. Ik heb het er gewoon heel moeilijk mee, omdat ik daar nu... Ik zit daar 4 jaar, bijna 5 jaar. Bijna 4 jaar, sorry. Maar ja, het is gewoon... We zijn er altijd met ons 4 en alles wordt besproken onder ons 4. Alles wordt besloten onder ons 4. We zijn met ons 4 om ideeën te delen. Als we dan ergens, als we op zondagavond of zo met ons 4, of met ons 6 eigenlijk met Wout en Kim, met Kim en Dries erbij,
iets gaat doen, dan gaat het ook altijd wel een beetje over het werk. En dan kunnen we wat babbelen over dingen die gebeurd zijn, over dingen die nog moeten gebeuren. En nu ga ik daar zo echt volledig buiten vallen en dan ga ik niet meer weten hoe en wat. En ga ik ook niet meer weten wat er speelt in het bedrijf. Dan ga ik misschien ook niet meer iedereen kennen, omdat er nieuwe mensen misschien bij komen. Ja, dus dat heb ik en vind ik wel heel moeilijk. Ik heb ook vorige week al tegen iemand in het bedrijf gezegd dat ik wegga. Toen heb ik ook weer moeten wenen. Ik vind het echt super, ja, super moeilijk gewoon. Ik doe het heel graag, maar het is echt zo... Ik droom al zo lang van mijn eigen kledingmerk en ik had eigenlijk eerder de ambitie om direct van school te starten met een kledingmerk. Maar ja, ik wist daar gewoon helemaal niks van. Toen heb ik gewoon eenvoudig gekozen voor een bedrijf voor mijn ouders te starten en dan gewoon een beetje verder te kijken. En toen is het eigenlijk heel goed uitgedraaid, ben ik mooi gegroeid binnen het bedrijf en ja, ik doe het echt heel graag. Maar het is, ik vind het gewoon jammer als ik nu 40 of 50 word en dat ik dan bij mezelf denk, ja, had ik het misschien toch ooit maar geprobeerd. En ik kan het nu beter proberen en dat het misschien dan niet goed gaat en dat ik het niet probeer en dat ik altijd spijt heb de rest van mijn leven. En natuurlijk is het wel de bedoeling dat het super goed uitdraait en dat de winkel blijft. Maar je weet maar nooit natuurlijk. Dus dat is eigenlijk een beetje ja, hetgeen wat er allemaal speelt nu. We hebben het op dit moment, nu ik de video opneem, maar ik loop wat achter omdat ik een paar weken niet heb gepost. Hebben we het nog niet gedeeld in het bedrijf. We hebben eigenlijk gewacht tot de overeenkomst ja, er was van het pand. Dus die is er gisteren getekend. Dus nu kunnen we eigenlijk volgende week wel delen. Dat ik midden juni het schip ga verlaten. Dus dat vind ik ook wel weer spannend om dat dan te zeggen. En hopelijk begrijpt iedereen het. Of ja, het is natuurlijk is het geen ramp dat ik wegga, maar ja, het is toch altijd moeilijk. Allee, ik vind het gewoon moeilijk dat ik wegga. Er zal voor de rest misschien niemand zal het voor de rest erg vinden of zo. Ik weet het niet, maar ja. Misschien dat ik wel, omdat de winkel normaal gezien zondag maandag gesloten is, misschien dat ik wel dan de maandag nog marketing en het juridische ga doen. Misschien niet, zo die dingen moeten we eigenlijk nog bespreken met ons vier, vooraleer dat we communiceren. Maar dat is de vorderingen, dus een hele grote en belangrijke stap in mijn leven. Ik heb nu heel veel stabiliteit. Ik heb mezelf mooi kunnen opwerken. Ik heb eigenlijk ja, alles wat ik nodig heb. En nu ga ik eigenlijk volledig zonder iets van inkomen vallen natuurlijk. Ik ga wel marketing erbij doen. Dus ik heb besloten, omdat ik dat super graag doe, ben nu al wat bezig. Ik heb al wat ja, klanten zal ik zeggen waar ik nu marketing voor doe. En dat wil ik toch nog wel een heel stuk uitbreiden. Ja, spannende dingen allemaal. Maar ja, we zullen wel zien hoe het allemaal loopt. Als ik maar gewoon... Ik ben gewoon zo, ja, niet bang, maar ik vind het gewoon moeilijk als ik zonder... Ja, dat is gewoon een moeilijke stap, hè. Als je een stabiel loon hebt en je hebt alles wat je nodig hebt en je valt dan volledig zonder iets van inkomen, maar je hebt wel heel veel kosten die er tegenover staan... Het is een heel moeilijke stap omdat ik het nu goed gewend ben ten opzichte van toen ik pas van school kwam. Toen werkte ik als student, maar ja, als student heb je sowieso niet heel veel geld in je leven. Dus dan was het veel makkelijker of veel had ik er mij minder zorgen over gemaakt dan nu. Maar alles zal wel goed uitdraaien. Ik heb er een heel, heel goed gevoel over. Ik heb een super goed plan. Ik moet mijn financieel plan nog doen, maar ik heb alle kosten en opbrengsten tegen elkaar opgezet. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Dus dat is dat. En nu ga ik beginnen met werken. Dan zit je wel iets of wat op de hoogte. Mocht het u interesseren hoe alles is of gaat lopen. En eens dat deze blog online staat, is het ook al gecommuniceerd bij ons bedrijf. Dus dat loopt allemaal mooi. Ik zal zelfs nog wel proberen wat te filmen. Als ik iets nuttig aan het doen heb. De werkdag hier in Tongeren zit erop. Ik ben nu even aan het wachten tot Dries mij komt ophalen. Want Dries is iets verder in Tongeren.
En die is nu onderweg. Ik heb mijn spullen terug mee. Ik heb eigenlijk helemaal niks van TikToks gemaakt. Alleen eentje. Maar dat was eigenlijk met kleren die ik al aan had. Dus ik heb alles voor niks meegenomen. We hebben wel ver geraakt. Ik heb de patches af. De afmetingen van de tekst die op de patches gaat. Ik heb de t-shirts af. Ik moet alleen nog even kijken welke kleur. Ik heb de sweat, navy en blauw. Wit, navy, ras. Ik moet alleen even kijken welke teksten het mooiste zijn. Ik heb ze nu alle drie de teksten heb ik op alle drie de kleuren t-shirts. Dus dat moet ik nog heel even kijken, Sevis. Dan moet ik het stickervel nog afmaken. De toteback nog even bedenken. En dan moet ik gewoon alles op mail zetten wat ik graag wil. Als ook gepersonaliseerde tape en zo. Dus dat wil ik vanavond allemaal nog doen. Het is nu 5:15 ongeveer. Dus ja. Ja, ik weet niet of dat nog allemaal gaat lukken. Maar ik moet ook nog bepalen wat de afmetingen op de tekst zijn. Van de tekst is op de t-shirts. Maar dat ga ik weer thuis even doen. Ik denk dat we als we weer drie zijn eerst even gaan eten. En dan dat ik dat dan verder ga doen. Dus ik weet niet of ik vandaag nog verder ga vloggen. Dat is dus het enige wat ik nog ga doen vandaag. Dan hoop ik dat ik in ieder geval op tijd klaar ben. Dat Dries en ik ook nog een beetje quality time kunnen hebben. Want gisteren ja, zijn we gewoon thuis gekomen. Hebben we niks kunnen doen omdat het al zo laat was. En vandaag ja, denk ik, vrees ik dat het ook een beetje het geval gaat zijn. Dat we geen film meer gaan kunnen kijken. Maar beter dat even alles af is dan dat ik in tijdsnood kom. Bye bye. Het is vandaag inmiddels maandag en ik heb gisteren eigenlijk de hele avond / nacht nog doorgewerkt om alles op tijd doorgestuurd te krijgen. Ik had gezegd dat ik alles gisteravond zou doorsturen en het is ook voor mijn eigen planning belangrijk dat ik zo snel mogelijk die offerte binnenkrijg. Dus gisteren was nog even een late avond. Ik was rond 2:00 gaan slapen, dus ik ben de hele dag vrij moe geweest. En vandaag wil ik dan gewoon gaan werken, as usual, door de week. Dus that is that. Ik ga hierbij dan ook de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk was de vlog nog iets of wat leuk. Ook al vergeet ik soms stukjes te filmen of durf ik niet echt helemaal te filmen. De vlogs zullen leuker en leuker worden naarmate dat de winkel dichter en dichterbij komt. Want dan kan ik natuurlijk alles beginnen te laten zien. Dus dat is dat. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te subscriben. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog. Ciao!